Jetlag, schatje. Jetlag. En waar zijn de kinderen? Jojo brengt ze naar school. Je viel halverwege een zin in slaap. Dus ik denk, ik laat je maar gewoon lekker liggen. Ja, ik was echt helemaal kapot. Ik heb echt geen ogen dicht gedaan tijdens de vlucht, omdat ik zo hyper was van alle plannen. Plannen? Okay. Het was daar echt geweldig. De mensen daar die waren zo ontzettend lief en enthousiast. En de stoffen die waren nog mooier dan ik al hoopte. Dus ga met ze in zee? Ja, dat sowieso. Maar? Je moet er echt bovenop zitten. Om ervoor te zorgen dat ze geen kinderen in dienst nemen. Of dat je genaaid wordt door corrupte ambtenaren.